Welkom bij de Reducept podcast. 3 miljoen mensen in Nederland hebben chronische pijn. Ik ben Louise Antema, GZ-psycholoog, gespecialiseerd in het gebied van chronische pijn en co-founder van Reducept, een virtual reality training voor mensen met langdurige pijnklachten. Om meer aandacht aan het topic van chronische pijn te geven, gaan we in deze serie podcasts mensen met pijnklachten en pijnprofessionals uitnodigen om erover te spreken. Dus ik zou zeggen, veel luisterplezier. Beste luisteraars, welkom bij de Reducept podcast. En vandaag zit ik hier met Gijs Ester. Gijs Esters moet ik eigenlijk zeggen. De S hoort er nog bij. Professioneel schaatser bij Gewest Friesland. Derde op het recente Nederlands kampioenschap sprint. Waarbij je zelfs één keer eerste op de 500 meter bent geworden, zag ik. Dat is best wel een mooie prestatie. Daar gaan we het zo over hebben. En je bent bezig eigenlijk met de road naar de Olympics van 2022. Ja. Dus van harte welkom, Gijs. En Reducept podcast is natuurlijk een podcast die over pijn gaat. En wat heeft sport en pijn voor jou met elkaar te maken? Sport en pijn, nou, dat staat bijna voor een groot deel gelijk aan elkaar eigenlijk. Elke wedstrijd waarin we natuurlijk willen presteren, ervaar je een type pijn. En dan heb ik het in dit geval eigenlijk over het branderige gevoel, hè, wat je creëert. En voornamelijk een resultaat van het opbouwen van lactaat, wat het lichaam op een gegeven moment niet meer kan verwerken. Mm-hmm. Niet meer afgevoerd krijgt, dus het hoopt zich op. En dat heb je altijd eigenlijk? Heb ik eigenlijk elke wedstrijd. De 500 meter heb ik nog het minste. Dan heb ik ook echt de hele rit heb ik de energie om hard door te rijden. Ja, ja. En op een 1000 meter dan is het al dat ik de laatste 250 tot 300 meter echt flink in de verzuring kom. Okay. Wat voel je dan precies? Ja, wat ik dan precies voel. Het is een ontzettend branderige pijn eigenlijk. Ja. Die ook een reactie in mij opwekt om er tegen te willen vechten eigenlijk. Ja. Dus je wilt er tegen strijden. Ja. En wat we eigenlijk zien, wat ik zelf merk, hoe meer ik het eigenlijk laat lopen en hoe meer ik in de ontspanning kan blijven, dus niet overgeef aan de pijn, hoe beter ik schaats. En dat is ook wel weer heel grappig. Het heeft ook te maken met de topvorm en je periodisering. Dus we periodiseren altijd richting de grote wedstrijden toe. Dus de timing. Wat is periodiseren? Periodiseren. Ik ben geen expert. Dat is er even geen probleem. Maar we trainen eigenlijk nooit hetzelfde schema weken achter elkaar. Ja. Er zitten wel grote lijnen in en dezelfde bewegingsvormen. Dus het fietsen komt altijd terug, de krachttraining komt altijd terug. Alleen er zit geen monotomie in. Mm-hmm. We werken eigenlijk met een periodisering van 3 weken. Ja. En in die 3 weken doen we eerst een week van omvang. Ja. En omvang zegt het eigenlijk al, draaien we meer. Dus we doen veel fietsen, we doen veel sprongtrainingen. Dat zijn echt letterlijk de schaatsbewegingen die we simuleren. Dus het is vooral veel uren. Dus je ziet ook in je load dat je richting de 25 uur per week gaat. Zo. Dan kom je in een intensiteitsweek, die zit erna. Dus dan gaan we meer het snellere werk doen. Echt het sprinten op de fietsen of het sprinten op hardloopbanen. En vervolgens komen we in de week van herstel. Dus dan, want het lichaam kan niet continu natuurlijk die hele intensieve inspanningen leveren. Het heeft ook tijd nodig om weer te herstellen. Dus dat is dan die derde week. Oké. Okay. Je bouwt eigenlijk een week. Tenminste, als ik het een beetje voor mezelf dan probeer te begrijpen, dan zit je 1 week echt heel erg op gewoon de conditie. Ja, ja. Een week echt op de explosieve snelheid kracht, en explosiviteit. En dan een weekje rust. Ja, relatief. Ja, dat noemen we dan relatieve rust. Want dan zitten we nog steeds aan de 10, 11 keer in training. Zo. Maar lekker rustig inderdaad. Of als ik 2 keer de week ga sporten, dan is het voor jou al veel. Een volle week, man. Zo is het, dat is een compleet andere beleving natuurlijk. Ja. En zo bouw je dat eigenlijk op. Dus je bouwt op en je breekt, je breekt af en je bouwt op. Ja. En dat noemen we dus ook supercompensatie van de spiervezel. Die op het moment dat die zich herstelt, dat die sterker wordt, dan dat die daarvoor was. Maar word je dan uiteindelijk ook, kun je daardoor beter met pijn omgaan ook? Verandert dat dan doordat je zo traint? Nee, ze zeggen eigenlijk, er is zo'n uitspraak volgens mij in het wielrennen die zegt, it never gets easier, you just go faster. Oké. Okay. De pijngrens en de pijnbeleving die is er eigenlijk altijd. Zelfs toen ik al op jeugdige leeftijd andere tijden reed, ervaarde ik dezelfde pijn, misschien zelfs nog wel, wat je zegt, misschien zelfs nog wel wat meer, omdat ik op een eerder moment in de race de verzuring voelde, in plaats van wat ik nu voel. Maar je zoekt altijd de limiet op in de topsport. Ja. Dus we meten inderdaad onze waarde bijvoorbeeld in fietstesten. Mm-hmm. En je ziet dan, we willen heel graag onze omslagpunten in de,
zomer verhogen. Dat is eigenlijk je aerobe drempel. Van hoeveel tot en met welk wattage kan je eigenlijk fietsen dat jouw lichaam het aan kan. En hoeveel makkelijk energie kan je geven, precies. Zeg maar. Er zit een bepaalde grens aan. Op een gegeven moment gaat het lactaat zich ophopen. Ja. En dat is bij een bepaald wattage dat het lichaam het niet meer afgevoerd krijgt. Dat noemen we verzuring. Ja, precies. Dat noemen we verzuring. Lactaat, ja, dat lactaat. Ja. En dat noemen we dus onze aerobe drempel. En die willen we zo hoog mogelijk hebben. Want dat zegt eigenlijk ook dat we op het ijs dus heel veel zuurstof kunnen gebruiken. Om zo lang mogelijk door te kunnen gaan. En die spieren te kunnen voorzien van zuurstof. Ja. En dat is heel meetbaar. Ja. Maar vervolgens komen we dan op het ijs. En dan is het de beweging veel complexer dan bij fietsen. Wat je al vrij snel, wat eigenlijk bijna driedimensionaal ook wel is. Maar veel simpeler dan een schaatsbeweging waarbij de afzet naar de zijkant gaat. Ja. En dan kom je gewoon in een heel groot technische aspect eigenlijk van de sport. Wat ontzettend bepalend is. En we hadden het al even over die supercompensatie en topvorm. Mm-hmm. Dat is ook gewoon, dat verschil kan eigenlijk bijvoorbeeld 100 meter zijn in wanneer ik verzuur. Stel dat ik op een 1500 meter op de 1100 meter verzuur. Ja. Of net 100 meter eerder op de 1000 meter. Ja. Dat is voor mij mentaal, kan dat best wel bepalend zijn. Ik heb echt letterlijk races gehad dat ik op 1100 meter nog dacht, holy shit, ik ben echt nog goed. Ja. Maar ik heb ook races gehad dat ik op die 1000 meter had, oh shit, dit is 100 meter te vroeg, weet je. Dat je letterlijk eraan denkt. Ja. Damn. En heb je dan te veel gedaan in die eerste 1000 meter of gewoon pech of zo? Nou, of dat... gewoon pech. Ja, ik bedoel, je kunt toch ook wakker worden op een dag en dat je lichaam gewoon denkt, nou vandaag verzuur ik gewoon even iets eerder dan normaal. Ja. Of werkt het niet zo? Ik denk dat is ook heel bepalend voor het type sporter wat je denk ik bent. Ja. Zelf ben ik een vrij stoïcijns persoon. Dat klinkt misschien heel raar, maar... Ja. Dat klinkt misschien niet raar, maar heel stoïcijns. En als ik wakker word op een wedstrijddag, dan denk ik altijd, ik ben gewoon goed. Ja. En het moet kunnen. Ja. Ik ken vrij weinig twijfel op die wedstrijddagen. Ja. En ik laat me ook door weinig factoren beïnvloeden... In mijn denkwijze. Ja. Dus de wijze waarop ik richting de start ga, is bijna elke wedstrijd wel identiek. Ja. En met dezelfde mindset en dezelfde aanpak. Dus geen speciale boxershorts of dat soort dingen. Nee. Geen rituelen. Ik heb wel inderdaad vroeger een tijdje met bepaalde boxershorts gereden. Ja. Maar op een gegeven moment, die schaatsers die hebben een probleem. Die bovenbenen zijn zo dik. Dus die shorts die slijt heel snel. Dan krijg je van die gaten onderin, weet je wel. Dus dat kon op een gegeven moment echt niet meer. Toen moest ik wel even snel switchen van die onderbroek is niet meer. Maar ik schaats waarschijnlijk nog wel steeds goed. gelukkig bleek het nog steeds goed te gaan. Ja. Inderdaad. De onderbroeken van je 14e. Ja, nou. Dat maar ja, hebben we overkomen. Ja, maar dus elke wedstrijd heb je pijn en je zegt van, ik kan tot op zekere hoogte mijn lichaam trainen. Ja. Maar ja, hoeveel ik ook train, ik kan het misschien een beetje uitstellen, maar die pijn komt toch wel. Ja. Maar ja, dat betekent uiteindelijk dat het niet zoveel aan je lichaam, niet zoveel van je lichaam afhangt, maar vooral van je hoofd, hoe het dan gaat. Ja. En hoe gaat het dan? Dus je rijdt op 1500 meter. Ja. Een goede dag, 1100 meter. Ja. Alles begint pijn te doen. En dan? En dan, wat ik eigenlijk al kort inderdaad beschreef. En dat dit is iets wat je gedurende je hele schaatscarrière eigenlijk leert. Ik heb in het begin van mijn carrière, tot bijna 2 jaar geleden, heb ik altijd het gevoel gehad om er tegen te willen vechten. Dat ik het idee had dat het iets is wat ik kon controleren. En dat ik gewoon hoe meer energie ik ging leveren. Ja. Hoe harder ik door zou schaatsen eigenlijk. En eigenlijk heb ik afgelopen jaren geleerd dat juist de compleet verkeerde benadering is eigenlijk. Hoe meer ik ontspannen kan blijven in mijn beweging en ook letterlijk ook in mijn gezichtsuitdrukking. Ja. Want anders gaan we dit doen, weet je wel. Ja. Dat gaat tegen je werk eigenlijk. Ja. Ook in je spierspanning, in je lichaam. Ja. En hoe meer ik juist dat gezicht ontspannen kan houden in de race en rustig kan blijven ademhalen. Ja. En misschien voelt het zelfs alsof je minder energie levert. Je blijft harder gaan. Ja. Want je hebt natuurlijk nog met een aspect te maken wat gewoon de ijsbaan is. Wat eigenlijk met je moet werken, het ijs. Je wilt het voor je laten werken. Je wilt gewoon glijden. Je wilt rustig kunnen afzetten. En op het moment dat je gaat werken, dan zie je, misschien als leek zie je dat ook. Dan krijg je van die witte sporen op het ijs. Die groeven van de schaats op het ijs. Dat is eigenlijk te veel spanning. Ja, en het is eigenlijk gewoon heel veel weerstand. Een soort van remming. En hoe doe je dat dan in je hoofd? Want ik bedoel, dat gebeurt... Ja. Uiteindelijk moet je dat met je hersens een beetje sturen, zeg maar. Heb je daar bepaalde tricks voor of zo? Ja, we hebben... dat is wel iets leuks. Daar zijn we nu 2 jaar mee bezig.
Je kent de term waarschijnlijk wel. Zijn we heel veel bezig met om in flow te komen. Ja. En het is een, volgens mij, de specialist hierin heet Zigzag Malaiki, volgens mij. Okay. Dat is een hele grappige fan. We zijn daar een beetje in gecoacht. En eigenlijk de kern van in flow komen is een beetje wegblijven bij het bewustzijn. En dat klinkt misschien heel vaag, maar je wilt je onderbewuste wil je eigenlijk gaan je laten sturen. Ja. En daar hebben wij een training in gekregen. En de grap is eigenlijk, ik zit bijvoorbeeld voor me en ik pak een punt voor me. En ik ga me heel erg richten in wat er naast mij gebeurt, boven me, onder me. En ik probeer dat in kaart te brengen. En op een gegeven moment gaat die focus van die ik voor me heb, die verdwijnt een beetje. Ja. En die zintuigen die worden sterker. Ja. En dat is eigenlijk ook wat ik in het schaatsen wil. Want ik heb die beweging die ik maak al jarenlang in mijn zenuwstelsel en in mijn spieren geprent. Ja. Ja. Eigenlijk dat hele lichaam is voorbereid om die beweging uit te voeren. En het enige wat ik eigenlijk moet doen is vertrouwen op dat systeem wat ik gebouwd heb. Om dat over te laten nemen. Ja. Dus zo min mogelijk nadenken. Ja. En voor een denker is dat nog best wel lastig. Maar je bent een beetje een denker. Ja, en ik wil het graag structureel aanpakken. Ja. En ik wil het graag kunnen onderbouwen waarom ik goed rij en waarom ik slecht rij. Ja. Daar hebben we ook logboeken voor. Ja. Maar dat is misschien zo leuk voor later. Maar inderdaad, om in flow te komen. Dus dat onderbewust te laten domineren en zo min mogelijk na te denken. Ja. Dan gaat het hardst eigenlijk. Ja. En dus ik heb ook ritten, dat heb ik afgelopen jaar gehad. Toen reed ik mijn beste 1000 meter ooit. Mm-hmm. Ik kan je bijna niet vertellen hoe het is verlopen. Nee. Ik heb er geen beeld meer van. Nee. Ik weet nog dat ik in een periode zat van dat ik zoekende was in mijn techniek. Ja. Dus ik kon ook naar de start gaan van het maakt niet zo heel veel uit. We zien het wel. Dus ik had ook de realisatie van nou laten we het maar proberen. Dus het is altijd een samenloop van omstandigheden. Maar ik denk wel dat in flow komen en het onderbewuste kunnen laten domineren eigenlijk. Ja. Dat heel erg bepalend kan zijn voor je uiteindelijke resultaat. Ja, ja. Zeker als je ergens al goed in bent. Hè, ja. En natuurlijk zien we dat bij pijn ook wel. Ja. Wat wel dat juist dat denken er heel erg voor kan zorgen dat extra stimuleert. Dat allemaal niet meer loopt. Hè? Dus dat je met het... dat het niet alleen je pijn vergroot, maar ook je prestatie eigenlijk vermindert. Omdat je wil iets doen waarvan je lichaam weet dat je het goed kunt. En eigenlijk gaat je hoofd er een beetje tussenin zitten als het ware. Ja, ja. En, je gaat het ook tegen vechten als het ware. Ja. En je wilt het ook... ik kan me inderdaad wel voorstellen, want hoe meer je je focus op de pijn gaat richten, hoe groter het vaak wordt. Ja, bijvoorbeeld. Dat is en er meer in gaat geloven natuurlijk. Ja, inderdaad. En denk je dat jij... op die manier geboren bent, dat je zegt van nou dat je dat op die manier kunt, of is dat best wel te trainen in jouw beleving? Ik denk sowieso dat het trainbaar is. Je lichaam en je geest bedoel je dan? Dat denk ik sowieso. Elke sporter die heeft denk ik een neiging om heel erg te zoeken naar wat bij hem of haar past. Ja. En gaandeweg heb je de neiging ook om dingen te veranderen. Want je bent altijd op zoek naar het volgende eigenlijk in topsport. Dus vasthouden aan wat je hebt is niet zo heel erg voor de hand liggend. We willen altijd door, volgende ontwikkelingen, volgende innovaties. Wat kunnen we weer toevoegen? Ja. En zo gaandeweg heb ik ook inderdaad ervaren wat ik met flow kan bereiken. Ja. En dat soort mind games, om het maar even zo te noemen. We hebben natuurlijk ook een cursus in gehad. Op een gegeven moment de kracht van de gedachten heb ik gevolgd. En dat ging echt om het heel bewust controleren van je gedachten. Ja. En jezelf positief te benaderen. Ja. Maar ik merk toch dat het onbewuste, dat ik daar meer op wil vertrouwen. En neig om dat te vertrouwen dan het heel echt gecontroleerd aan te pakken. Ja. Dat geeft misschien ook wel weer te veel spanning. Ja, tenminste. Precies. Dat denk ik ook. Ja. Dat kan echt een flinke bijwerking zijn. En wat je zei, of het aangeboren is. Ik denk wel dat sommige personen met een minder de neiging hebben om erover na te willen te denken. Gewoon het lekker willen laten gebeuren. Ja. En ik denk dat dat ook voordelig kan zijn. Maar het analytische en de gestructureerde aanpak vind ik ook heel interessant. En ook al heb je het en je hebt wel die wil om te willen presteren, dan zul je ermee moeten dealen op een of andere manier. Of te moeten dealen. Je moet het in je eigen kracht zien om te zetten. Inderdaad. En je had het over genen. Kijk, genetisch gezien is fysiek heb je natuurlijk wel veel, veel verschillen. Ja. Daar zitten ook grote verschillen in. Maar dat is ook trainbaar. En wat we daarnet hiervoor al even bespraken, doordat het een niet echt evolutionaire sport is qua bewegen.
is het heel erg trainbaar. En door de complexiteit hoeft niet per se de sterkste atleet te winnen. Nee. Het kan ook iemand zijn die gewoon superveel gevoel heeft voor het schaatsen, voor het ijs. Ja. Ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn van sporters die in de zomer niet super sterk zijn. Nee. Maar wel in de winter alle energie die ze hebben op het ijs weten te krijgen. Ja. En gewoon winnen. Dus je kunt in die zin makkelijker goed worden in schaatsen dan bijvoorbeeld in hardlopen. Als je de aanleg niet zo hebt, om zo maar te zeggen. Ja. Is dat wat een gekke vergelijking? Nou, ik zit nu met hardlopen in mijn hoofd. Dan denk ik nog, en dat is een relatief simpelere beweging, ja, als je het mij vraagt. Ik denk dat schaatsen is vrij... ik denk wel dat... waarvan ik denk dat het belangrijk is als je een goede schaatser wil worden. Ja. Dan moet je er vroeg bij zijn om echt op jongere leeftijd al dat zenuwstelsel en die beweging te trainen. Ja. Je ziet als mensen op latere leeftijd beginnen, en over latere leeftijd, dan heb ik het echt over 17, 18. Ja. En dan echt pas schaatsen beginnen, dat is moeilijk. Ja. Stel je hebt al een soort van vooropleiding binnen, dan heb ik het inline skileren bijvoorbeeld, of wat hebben we nog meer? In ieder geval dynamische sport, misschien zelfs tennis, waar je ook heel erg beweegt en verschillende type bewegingen maakt. Mm-hmm. Dat je dat motorische zenuwstelsel al goed traint, dan denk ik dat het wel mogelijk is. Ja. Maar en gelukkig zit het heel erg in onze cultuur. Dus wat dat betreft is het ingebakend in onze jeugd. Dus zullen we allemaal misschien een beetje meekrijgen van de sport. Prima. Gaan we het zo over hebben na de korte onderbreking. Korte onderbreking. Welkom terug bij de Reducept Pijn Podcast. Ik zit hier met Gijs Esters vandaag. En we hebben het over topsport, pijn en schaatsen. En we hadden het er net eigenlijk over dat je zegt, het schaatsen zit wat in de Nederlandse cultuur. Hoe oud was je toen je voor het eerst schaatste? Ja, ik denk 6 of 7. 6 of 7. Ja. In de tijd dat elke winter de sloten bevroren waren. Precies, dat was heel bepalend natuurlijk. Ja. De natuurijs, dat trok de mensen. Ja. En dat is wel iets wat we nu natuurlijk een beetje gaan missen inderdaad. Dat is zeker bepalend. En vond je zelf schaatsen zo leuk? Of ben je typisch iemand die van zijn ouders moest schaatsen? Nee. Hoe dat eigenlijk is verlopen. Ik was gewoon een sportief ventje. En ik vond meerdere sporten leuk. Mm-hmm. Maar op latere leeftijd kon je niet het voetbal, het tennis, het schaatsen. Ik moest ook nog ergens dammen. allemaal combineren. Dus toen, ik moest kiezen van mijn ouders. En toen heb ik eigenlijk gekozen voor de sport waar ik zelf de meeste verantwoordelijkheid droeg. En dat was de schaatssport. Want dan was ik in mijn eentje in de wedstrijdbaan. Ja. En ik vond het met voetbal toch altijd wel irritant dat ik ook moest vertrouwen op mijn medespelers. Ja. En hun niveau en hun inzet. En ik vond het gewoon heerlijk om zelf de verantwoordelijkheid te dragen. En hard te trainen. Schaatsen staat natuurlijk ook wel bekend om hard te trainen. Vond ik ook heel mooi. Ja, zo nog steeds. Vind ik nog steeds mooi. Ja. Ik moet heel eerlijk bekennen, het wordt een ander spel, een andere bewustwording. Ja. Want je realiseert je ook dat niet alleen die harde pijnprikkels, dat die werken tot en leiden tot betere prestaties. Het is ook heel veel duurwerk, heel veel rustige basis. Ja. Dat is inderdaad, die kijk is daar heel anders op geweest. Ja. Waarbij je als jong broekie, als 14, 15-jarige, elke fietstraining je helemaal kapot fietste om je ploeggenoten te lossen. Nee, dat gevoel heb ik niet meer. Maar ik vind nog steeds altijd prachtig om te trainen. En ook inderdaad, en ook wanneer in september dan triggeren we echt eigenlijk het soort van diepgaan. Het heeft niet meer veel met trainen te maken, maar dan wordt het meer een mindgame. Ja. Dus dan trainen we op wat zware zandheuvels. Oh, ja. En we weten vooraf al dat het ontzettend veel pijn gaat doen. Ja. En we weten het aantal series. En dus je voelt ook de intensiteit al binnen de sporters en de spanning. Van oké, jongens, het gaat gebeuren. En we zitten allemaal rustig voor ons uit te kijken in de ademhaling. En je weet dat je jezelf gewoon tot op het bot gaat pijnigen. Ja. En kun je daar naar uitkijken ook of niet? Nou, je kunt het een beetje in je voordeel draaien. Want je weet dat iedereen heeft die gedachtes. Ja. Dus op het moment dat je jezelf echt dat je realiseert van oké, iedereen die hier om mij heen staat, die heeft diezelfde ideeën en die weet ook dat er pijn gaat komen. Mm-hmm. Wat nou als ik even gewoon ze even net even iets meer erop leg? Zij hebben het ook. Misschien ben ik vandaag wel gewoon beter, weet je wel? Dus je kunt het ook gewoon, net zoals Lance Armstrong, hè, die vond het heerlijk om in de regen te fietsen. Hij wist dat zijn tegenstanders er een hekel aan hadden. Ja. En zo zou je het ook kunnen bekijken. Zo probeer ik er ook naar te kijken. Dus wat dat betreft is dat ook altijd een goede mindgame. Ja, dus je probeert mentaal echt een voordeel. Ja. Je moet wel echt proberen je voordeel uit te halen. En zit er ook, weet je, dat associeer ik een beetje met topsport. Dat je bijna wat moet kunnen genieten van dat je ook pijn hebt. Of is dat een illusie?
Nee, ik denk niet dat het een illusie is. Dat zit er wel een beetje in, zeg. Ja, maar ik denk voornamelijk dat er in topsport zit er een sterke drang om de grens op te zoeken. Ja. En bij de grens komt gewoon pijn kijken. Ja. Dus het is iets bijkomstig. Ja. En inderdaad, je op het moment dat je weer een grens doorbreekt en een PR rijdt of een bepaalde prestatie of een uitslag rijdt. Ja. En je hebt het met zoveel pijn ook gedaan. Klinkt misschien heel raar. Je hebt die pijn ervaren. Ja. Dat geeft echt de triomf eigenlijk. Ja. En als je ook die schaatsen over de finish ziet komen met hoe los ze gaan. En, ja. en die uitbundige reacties. De pijn is een onderdeel van die beleving eigenlijk. Ja. Want je hebt daarvoor geleden om tot die prestatie te komen. Dus het wordt gewoon, de prestatie wordt eigenlijk mooier omdat je pijn hebt. Precies, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Ja. Ja, het is gewoon een onderdeel ervan en het hoort er ook bij. En die sporters die zoeken het ook heel bewust. En dat is ook de adrenaline en de kick. Ja. Heel bewust, ze blijven het opzoeken. Ja. Dus of ik nou straks gestopt ben of niet. Ik vrees dat ik die wil om ergens te willen blijven afzien. Dat ik die wel zou blijven houden. Ja. En het topsport gaat ook vaak samen met blessures. Ik kan me voorstellen dat je al tal van blessures gehad hebt. Heb je wel eens... Ik denk het wel of niet? Of valt het mee? Het valt dus wel mee met mij. Okay. Ik ben relatief fysiek, blijft alles bij elkaar. Okay. Je hebt toch blessures. Het afgelopen seizoen heb ik er voor het eerst in mijn leven echt eentje gehad die me presteren heeft beperkt. Toen moest ik echt een week eruit. Maar voor de rest, ik heb nog niks gebroken in mijn leven. Dus gelijk even afkloppen. Ja. Maar het valt het reuze mee. Okay. Ja, dus wat dat betreft En wat voor blessure had je dan waardoor je een week... Ik had een opgezette lymfeklier. Okay. Ja, en waarschijnlijk kwam dat ook weer een beetje door wat te veel stress als het ware. Het lichaam kreeg de afvalstoffen niet meer afgevoerd. En ik had een opgezette lymfeklier in mijn lies. Mm-hmm. Waardoor ik eigenlijk niet meer kon overstappen. Dat is heel raar. het was gewoon een beperking in mijn... dat was ook een pijn, maar dat was een pijn waar ik niet doorheen kon. Nee. Dat lukte echt niet. Nee. Dus dat was een hele rare gewaarwording. Dus fysiek gezien was ik eigenlijk... prima, maar de stress was er iets te hoog geworden waardoor de lymfeklier in de weg ging zitten. Dus moest je een weekje kalm aan. Ja, moest ik een weekje kalm aan. En daardoor kwam dus weer die periodisering in de knoop. Ja. En daardoor, het is een sneeuwbaleffect, was ik weer niet in de juiste vorm op het World Cup kwalificatietoernooi. Okay. Toen reed ik nog wel prima tijd, maar je zag het verval was net te veel van de eerste naar de tweede ronde. En dat was met het Nederlands kampioenschap sprint, zat je weer in de goede flow? Ja, precies, zat ik weer in de goede flow. Ja. Ja. Was dat je beste kampioenschap ooit, of niet? Ik durf wel te zeggen dat het mijn beste kampioenschap was. Want vorig jaar was mijn punten totaal wat beter. Ja. Maar schaatsport heeft natuurlijk al te maken met de factoren van de luchtdruk. Ja. Die is heel, heel bepalend en de ijskwaliteit is heel bepalend. En die waren vorig jaar gewoon veel beter. Dus het toernooi wat ik afgelopen jaar heb gereden was eigenlijk wel beter dan het toernooi daarvoor. Ja. 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 Ben je nu dan in je beste vorm? Of zitten de topjaren? Zeg maar, zo zou je het wel kunnen zien. Er is genoeg onderzoek naar gedaan. Ja. En naar mijn weten is van 27 tot en met 30 zou het fysiek gezien in primetime moeten zijn, als het ware. Maar er zijn natuurlijk genoeg factoren die dat nog kunnen beïnvloeden. En dat zijn, is je wil er nog om te presteren? Ja. Je doorzettingsvermogen, inderdaad de bereidheid. Dat zijn natuurlijk allemaal externe factoren die daar niet in die onderzoek zijn meegenomen. Nee. Maar fysiek gezien... Maar pieken schaatsen is net wat later dan andere sporters, toch? Of niet? Nou, doordat het alweer zo'n unieke beweging is. Sommigen drijven super vroeg boven en die hebben gewoon heel veel gevoel voor het bewegen. Ja. En sommigen, kijk naar Douwe de Vries, die is net gestopt. Misschien heb je van hem gehoord. Die reed tot zijn 38ste gewoon nog WK's en rijdt wereldrecord nog. Inderdaad. Dus elke weg is weer uniek hierin. Ja. Ja, inderdaad. Nee, ik weet nog wel dat wij vroeger naar Claudia Pechstein hier tot haar 84ste. Daar kan je nu nog steeds naar kijken, hè? Die rijdt nog steeds rond. Ja, die gaat tot en met de Spelen nog door en dan is ze volgens mij 50 en dan is het een einde. Beetje. Ja. Zo. En de Spelen in 2022, waar zitten we dan eigenlijk? Beijing. Ja. Kijk. Ben ik heel, het zal tegen die tijd, in de corona nu. Maar, coronacrisis. 2022 is nog een eindje weg. Ja. Ga je het zelf redden, denk je, spelen? Als ik mijn progressie zie die ik heb gemaakt, dan durf ik te stellen dat er zeker de optie en de mogelijkheid is om het te behalen. Ja. En de wil is aanwezig, de strijd is in mij aanwezig om die aan te gaan. En... ik denk als ik een goede omgeving kan creëren waar ik in terecht kom met het juiste team om me heen, dan is de kans echt aanwezig.
Ja. En daar heb ik ook sterk geloof in. En ja, en elke sporter heeft natuurlijk altijd het idee dat er altijd meer te halen valt. En dat er altijd nog progressie te maken valt. En dat moet je ook hebben. Dat is een soort van hoop waar je, waar je naar streeft. Maar ook dat je het gewoon keihard kan zien aan je techniek. Ik kan je ook al hier al een hele technische analyse geven van mijn techniek. Maar daar zul je niet zoveel aan hebben. Maar daar valt nog heel veel in te winnen. Ja. En nou even, we hebben het best wel veel over sport gehad. Wat heb je daarnaast eigenlijk nodig in jouw leven, zeg maar? Draait alles dan om de sport? En is alles erop gericht? Of zeg je van nee, ik moet juist ook... Nou ja, ik moet ook andere dingen hebben om het gezond te houden. Ja ik denk van wel. Ik heb altijd de intentie gehad om naast de sport ook nog een leven te hebben of op te bouwen. Ja. Ik heb daarnaast gestudeerd. In Enschede heb ik bedrijfseconomie gedaan. Ja. En vervolgens heb ik afgestudeerd, ben ik bij dat bedrijf blijven hangen. En nu weer een andere baan. Maar ik denk inderdaad dat het belangrijk is dat je kunt switchen tussen die twee werelden. En ook dat ik daardoor weer een ander perspectief op mijn sport kan hebben. Ja. Maar ook weer vanuit mijn topsport naar het bedrijfsleven kan kijken. Mm-hmm. En dat is wel een hele leuke kruisbestuiving. Ja. Daarnaast heeft het ook natuurlijk te maken met het verloop van een carrière van een sporter. Ik was in mijn jeugdige jaren was ik niet een uitgesproken groot talent. Nee. Dus toen was er ook gewoon een groot belang voor mij om er iets naast te doen. Om te verzorgen dat er altijd nog iets anders was. Ja. Dus dat heeft er ook voor gezorgd dat ik deze kijk op topsport heb. En het ook anderen zou adviseren om er iets naast te doen. Ja. Dat zou ik zeker doen. Want op het moment dat je niet presteert en er is niks om op terug te vallen... Nee. Dat heb ik ook ervaren. Dat is ook heel moeilijk. Ja. Maar op het moment dat ik niet presteerde en ik kon even naar school en ik moest tentamens halen, dan gaan die gedachten weer op iets anders. Ja. En na 2 weken heb je weer die drive te pakken om weer volle bak aan de slag te gaan. Ja. En je zult moeten dealen met de downs en ook met de ups. Maar en het negatieve heeft toch altijd een soort van zwaardere lading dan die mooie prestatie. Het negatieve blijft langer hangen dan het positieve. Op het moment dat ik iets moois presteer, dan is het na 2 dagen later, oké, we gaan weer trainen. Maar als ik iets negatiefs heb en ik rij minder, kan het een week doorsudderen. Ja. Dus daar leggen we veel meer nadruk op. Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is om iets naast te hebben, je visie te verbreden. Er is meer in het leven dan topsport. Ja. Daar ben ik me heel bewust van. Maar alles wijkt wel. Ja, ja. Of moet er wel voor passeren. Je hebt geen vrouwen, kinderen. Nee. Dat, nou ja, nu ben je 27. Ik ben nu 27. Ik heb nog even de tijd ervoor. Maar ik merk wel... Dat is ook lastig af te stemmen. Ja. Weet je, het is een heel egoïstisch bestaan. Ja. En tegelijkertijd durf ik ook wat te zeggen. Ik ben niet de pure egoïst. En ik ga ook niet over lijken. Ja. Ik zoek wel altijd in het team ook de verbinding op met elkaar. Ja. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om een sterk collectief te vormen. Ja. Zeker binnen de Nederlandse schaatsport. Waar je moet concurreren met de grotere schaatsploegen. Ja. Ja. Dus zo op die wijze kijk ik eigenlijk een beetje richting het topsport en het bedrijfsleven daarnaast. Ja, inderdaad. Ja. Hey, een laatste topic. Hè. We zitten natuurlijk hier voor de Redesign-podcast, pijn en ook virtual reality. En nu zei je, hè, toevallig heb je eerder iets met VR en schaatsen gedaan. Ja. Ik ben wel heel benieuwd even. Wat was dat? Nou, ik heb een minopsychologie gevolgd in Leeuwarden tijdens mijn studie. En op een gegeven moment heb ik inderdaad een paper geschreven omtrent VR in de topsport. En er vallen heel veel aspecten natuurlijk van topsport. Kun je waarschijnlijk stimuleren met VR of trainen. Mm-hmm. Ik had het geschreven in de richting eigenlijk, want ik had het zelf ervaren. Yeah. De klap die je als sporter ervaart wanneer je in één keer in een bomvol tee-offs gaat. Oh, ja. Dat het in één keer zoveel ogen op je gericht waren. Yeah. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar als ik dat nou zou kunnen creëren in een virtual reality omgeving. Yeah. Dat de sporter al eigenlijk bewust is van de omgeving waarin hij zich gaat bevinden. Ja. Yeah. Dan dat het stressniveau waarschijnlijk lager blijft. Ja. Oh ja, dit heb ik al een keer gezien. Ja. Ja. Inderdaad. En toen dacht ik, dit zou eigenlijk best wel een leuke case kunnen zijn. Dus ik heb daar inderdaad een heel stuk over geschreven. En er is tot nu toe nog weinig mee gedaan. Maar ik denk dat er wel een toekomst in zit eigenlijk. Ja. Om dat te simuleren bij de jeugd. Om dat te kunnen trainen. En daarnaast is het voor schaatsen denk ik heel interessant om bepaalde snelheden te visualiseren door middel van virtual reality die je nog niet ervaren hebt. Ja. Dus
wat je ook ziet, sporters rijden hun snelste tijd ooit, maar maken wel fouten. Ja. En dan later wordt het verklaard door het feit van, ik heb deze snelheid nog nooit ervaren. Ja, daardoor is mijn coördinatie hier nog niet op aangepast. Ja. Nou, zo'n soort ontwikkelingen zijn natuurlijk super interessant. Ja. En een mentale training, het recept is eigenlijk best wel, je zou kunnen zeggen, echt een breintraining. Klopt. Denk je dat het toegepast gaat worden in de topsport? Misschien niet per se reducept, maar dat soort trainingen die zich eigenlijk richten op het ontwikkelen van, je zou kunnen zeggen, brain skills. Ik durf te wedden van wel. Ja. Dat zal een steeds grotere rol gaan vormen. En ook mede door de drive en de drang van de topsport om dat te willen omarmen en te kijken waar die verschillen gemaakt kunnen worden. Ja. Misschien heb jij er wel eens van gehoord. Je hebt inmiddels een koptelefoon die heet de Halo 3. Of de Halo 2, sorry. Okay, en die doen een soort van neuroscience. Yeah. En er zitten dus elektroden in de koptelefoon. Yeah. En die stimuleren je motorschors. Okay. Dus dat is heel... Ik ken hem nog niet. Nee, maar het is super spannend. En het is nu nog voor de early adapters natuurlijk. Yeah. Maar het is een koptelefoon waar je eigenlijk voorafgaand aan je training mee zit. En je luistert gewoon muziek. En die stimuleert je hersenschors. Yeah. En het is dus bewezen dat je een verhoogde spieractiviteit ermee kan creëren. Okay. Dus eigenlijk is de stelling op het moment dat jij je warming up doet met die koptelefoon, dat jij een uur lang sneller kunt leren eigenlijk. Okay. Sneller bewegingen kunt oppakken. Ja. En dus eigenlijk ook weer je coördinatie sneller zou kunnen verbeteren. Nou, dat soort ontwikkeling vind ik wel super interessant. Ja. Doe je dat dan zelf ook meteen? Nou, ik zou dit wel willen gaan doen, ja. Ik heb er nu afgelopen seizoen kennis mee gemaakt en ik heb wel de drang om dat op te pakken. Ja. En tegelijkertijd, ik las even de nadelen en dan zegt ze van we hebben nog niet onderzocht wat nou langdurige blootstelling van deze elektronen met je hersenen doet. Maar ik denk wel dat het steeds meer richting die kant gaat, die kant op gaat. En dat er nog veel te halen valt. Ja. Ja. Blijft er wel een beetje dus de grenzen opzoeken. Ja. Misschien tegelijkertijd ook wel leren van hoe blijf je een beetje binnen die grenzen. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je niet continu... te veel gas geeft ook. Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld ook... Hoe gaan we niet over de grenzen? Er komen straks natuurlijk grote dilemma's... wanneer we genetisch manipuleren gaan doen. Ja. We kunnen ons eigen ideale mensbeeld bouwen. Ook misschien voor de schaatssport. Ja. Langere bovenbenen, kortere bovenbenen, kortere rompen. Je weet het niet. Nee. Dus wat dat betreft wordt het ook nog een hele spannende tijden. Ja. Maar welke, Louis, vertel even, welke sport heb jij in je jeugd gedaan? Poeh, wat heb ik in mijn jeugd gedaan? Heb je die sporten gedaan? Ik heb in ieder geval geschaakt. Geschaakt? Oh, dit nou, wel de denksporten. Ja, en ik heb gevoetbald. Ik was keeper. Keeper? Ik heb natuurlijk wel wat lengte. Ja. Ik moet zeggen, ik ben ook nooit zo'n fan van teamsport geweest. Ik heb toch ook wel dat je, wat je zegt, hè, dat je... Ja. Ik ben toch ook wel iemand die zichzelf heel erg verantwoordelijk houdt voor zijn eigen prestatie. En dan... Ja. Hou ik er ook wel van om... Nu ben ik... Ik heb kinderen, ik ben getrouwd... en ik sport een keer of 3-4 in de week. Ja. Maar ik vind het dan wel lekker om te gaan hardlopen. En niet meer een paar jaar terug... dan ging ik echt wel kijken. Alles moet beter, sneller. Ja. Dat heb ik niet zozeer meer. Ja. Maar ik hou er wel van om gewoon... Om inderdaad zelf verantwoordelijk te zijn... voor je eigen prestatie. Ja. En je eigen gezondheid dus. Ja, en je eigen gezondheid, zeker. Ja, ik denk dat... Uiteindelijk is dat ontzettend belangrijk en zijn er denk ik heel veel dingen die we in de topsport wel kunnen herkennen die waarvan je zegt, dat zijn principes die iedereen waar iedereen iets van kan leren, hè? Wat je ook zegt over hoe je training en je in- en ontspanning afwisselt, ook hoe je eigenlijk je benoemt strategieën vanuit flow die best wel veel overeenkomst hebben met mindfulness, dat je ook zegt hoe kun je ervoor zorgen dat je alle negativiteit zoveel mogelijk laat passeren, zeg maar. Zonder er al te veel acht op te slaan. En dat je je echt focust op wat je wil. Ja, dat heeft natuurlijk ontzettend veel raakvlak, ik denk, voor iedereen in het leven. Maar zeker een leven met pijn. Ja. Toch nog een stuk topsporter in jou ook. Maar dat is ook te verwachten natuurlijk. Ja, ik weet het niet. Ja, het zit misschien wel wat in die mentaliteit. En, dat denk ik ook. Zeker ook met dingen als ondernemen. Ja. En wat je misschien zelf in je werk ook wel merkt. Dat je toch... Dat er een stuk mentaliteit in zit wat je veel kan brengen. Ja. Maar wat je ook een beetje moet leren beheersen. Ja. En waarschijnlijk een sterke drang om het te willen verbeteren.
Maar misschien ook een beetje de kick halen uit het feit dat de toekomst nog ongeschreven is. En dat je het zelf kunt vormen en dat je er richting aan kunt geven. En dat is natuurlijk ook super interessant. Ja, en doordat je zelf de leiding in dit geval hebt en sturend bent. Ja. Dat het gewoon een goed gevoel geeft van verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Vind ik wel. Vind ik wel ontzettend mooi. Ja. Gaan we ooit nog Redicept in de e-sport zien? Redicept in de e-sport. Nou ja, voor de luisteraar, e-sport, dat zijn de digitale competities. Ja, ja. Ik weet het niet. Het zou wel leuk zijn. Een WK gevaarprikkel schieten. Ja, precies. Inderdaad. Of zo snel mogelijk door de zenuwbaan heen reizen. Ja, met een soort van race game. Of wie de meeste hersencellen kan onthouden. Zeg maar. Dat je gewoon, mensen die gewoon 30 van die hersencellen onthouden of zo. Dat zou kunnen. Dat zou wel leuk zijn. Er zijn mogelijkheden. Ja, daar gaan we even over nadenken. En misschien dat we binnenkort wel in Tiof even een 360 graden dat sowieso. Filmpje gaan maken. Ja, dan moet het wel vol zitten, hè? Ja, dat kunnen we voor volgend jaar. Ik denk wel dat het mogelijkheden zijn, hoor. Ja. Nee, Gijs, ontzettend bedankt. En bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En ik vond het een eer om hier te zitten. Top, hartstikke mooi. En tot de volgende podcast.